Ja, het is toch gewoon een klein dorp waar iedereen iets vindt. Waar iedereen wel een mening heeft, misschien over twee mensen die opeens bij elkaar gaan wonen, die eerst niet bij elkaar waren. Het zijn de troubadours met het prachtigste verhaal. Het zijn de troubadours, zingen een glimlach in je dagen. Ik ben onderweg naar Schipluiden voor een bijzondere ontmoeting met Ricky Kolen. We hebben afgesproken aan de Gaag, midden in het dorp. We gaan vandaag samen een song schrijven over haar Schipluiden. Een liedje dat we aan het einde van de dag spelen en live opnemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Ja? Met jou? Ja, zeker goed. Mooie blauwe lucht. Kijk, Schipluiden. Ja. Vertel. Mooi toch? Ja, prachtig. Ja, het is gewoon een heel mooi oud dorpje. En waarom zijn we hier vandaag? Nou, ik ben hier niet geboren. Ik ben in Delft geboren. Maar ik ben hier wel opgegroeid. De eerste 9 à 10 jaar van mijn leven. Okay. Dus het is wel mijn beginpunt. Yes. Ja. Ja. De song. Heb je al een idee een beetje waar het over kan gaan? Ik denk dat het leuk is als er beelden van dit dorp of dingen die we vandaag gaan zien, dat die erin voorkomen. Ik kom hier nog wel, maar ik heb niet nog heel veel binding of zo met het dorp op een of andere manier. Oké. Okay, ja. En het gekke is, ik loop hier net en ik kom meteen iemand tegen die mij wel kent. Ja, precies. En zijn moeder. Dus er zijn wel verbindingen, maar ik heb niet zoveel contact met de mensen hier in het dorp. Maar dus gaan we proberen om wat scènes te schetsen. Ja, en om te zoeken waar dat dan zit, die verbinding, zeg maar. Mooi. Ja. Wat zou dan de eerste stop worden? De eerste stop zou moeten zijn de tramkade. Daar heb ik gewoond. Daar stond ons pannenkoekenhuis. Ons pannenkoekenhuis? Ja, de Kolenkit. Dat klinkt al heel erg goed. Ja. Goeie wagen. Goeie wagen. Ja, toch? Ricky Kolen, actrice en zangeres, groeide op in Schipluiden en na de scheiding van haar ouders woonde ze in Delft in een samengesteld gezin. Ricky bleek een creatief multitalent te zijn. Na de Kleinkunstacademie speelde ze succesvolle hoofdrollen in films en series als De Kersenpluk, De Jurk en Sonny Boy. Ook in het theater brak ze door. Ze acteerde onder andere bij Toneelgroep Amsterdam en speelde Rachel Hazes in de musical Hij gelooft in mij. Maar de grote liefde van Ricky is muziek. Ze maakt haar eigen platen en muziektheatervoorstellingen, waarbij ze samen met de band Okkelbar door Nederland toert. Ricky en ik zijn onderweg naar haar ouderlijk huis op de tramkade. Helaas is er geen steen meer overgebleven van de oude boerderij waar ze opgroeide en waar de familie jarenlang pannenkoekenhuis De Kolenkit bestierde. We zullen het met de foto's moeten doen. Dus de tramkade? Ja, tramkade. Daar liggen de eerste voetstappen? Ja, wel op zand. Dit is nu asfalt, maar hier lag zand in mijn beleving. Met kuilen erin heel veel. En hoe zag dat eruit als ik dit zo... Dit was ons huis. Dus er stonden eigenlijk witte kleine huisjes. Dit zat er dan zo aan vast. Een grote boerenschuur met een rieten dak waar mijn ouders een pannenkoekenhuis in zijn begonnen. Als er nu een 8-jarig meisje meekijkt. Ja. En die hoort van, je bent opgegroeid in een pannenkoekenrestaurant. Ja, dat is... Dan zijn toch alle kinderen jaloers? Of? Dat was ook echt iets heel bijzonders. Ja, want hoe vonden je vriendinnetjes dat? Ja, ik denk dat iedereen best graag bij mij wilde komen spelen. We hadden gewoon een softijsmachine, we hadden pannenkoeken, we hadden alle soorten frisdrank. We hadden een slagroomapparaat. Ja, wat wil je nog meer? Mijn moeder die begon eigenlijk... En dat was vrij snel succesvol. En toen heeft mijn vader ook zijn baan opgezegd. Die was elektricien. En ze zijn hier gewoon pannenkoeken gaan bakken. En ja, dat was toen ik 4 was. Ja. En ze hebben dat hele die schuur ingericht met geblokte kleedjes. Nou, heel cliché eigenlijk, maar wel heel gezellig. Een karrewiel en blikjes. En, nou ja, zoals een pannenkoekenhuis. Ja, daaruit maar dit ziet er gewoon heel romantisch uit. Ja, het is jammer dat het er niet meer staat. Dus echt, nee, want... Waar kijk ik naar? Ja, je kijkt naar, huizen waar vast mensen in wonen die heel gelukkig zijn. Maar ja,
ik vind het toch jammer. We lopen terug naar de Dorpsstraat om in het oude café aan de Gaag te schrijven aan onze song. En terug te gaan naar de vroegste herinneringen van Ricky. Wanneer kwam muziek in je leven? Nou, ik ben er echt niet mee opgevoed qua ouders of zo. Mijn ouders luisterden wel wat muziek. Maar ik denk dat mijn grootste muziekkennis heb ik opgedaan uiteindelijk wel in het pannenkoekenhuis. Omdat ik daar later ging werken ook natuurlijk. Toen ik in Delft woonde, ging ik terug naar het pannenkoekenhuis om daar elk weekend te werken bijvoorbeeld. En daar draaiden wij, hadden we cd's op staan met alle best of van de 70s en de 80s. En dat is nog steeds mijn oerbron natuurlijk. Juist. En dan had je van die cd-wisselaars. Dus er zaten er 5 cd's in zo'n wisselaar, weet je wel. En dan stond dat de hele dag. Maar de cd-wisselaar, de kolenkit, dat is de muzikale opvoeding geweest? Ja, dat denk ik wel. En wat is een belangrijke song dan daaruit? Of een belangrijke artiest uit die periode? Ja, meerdere. Maar ik denk dat mijn liefde voor Americana wel een beetje daar ook begonnen is. Dus Dolly Parton, Kenny Rogers, Neil Diamond. Nou, de grand dame van de country, toch? Dan Dolly Parton is gewoon een van de beste songwriters natuurlijk, sowieso. Ik heb een Nederlandse versie in mijn voorstelling zitten op dit moment. Van Jolene. Jolene, 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 Jolene. Ik smeek je, blijf af van mijn man. Jolene, 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 Jolene. Neem hem niet alleen omdat het kan. Je schoonheid ongeëvenaard, met mooie lokken, reebruin haar. Een zachte huid, je ogen diep groen. Je lach is een verademing, je stem warm met een twinkeling. Ik val in het niet bij jou, Jolene. Jolene, 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 Jolene. Ik smeek je, blijf af van mijn man. Jolene, 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 Jolene. Oh nee. Alleen omdat het kan. Ja. Mooi. Ja, ik heb hem gewoon vertaald. Ja. Ik weet niet of Dolly het goed vindt, maar ze weet het niet. Nou, die zal wel haar zegen geven, toch? Ja, ik denk het. Over familie gesproken? Ja, dat is mijn opa, die hier als André Gilbert is. André Gilbert, dat was zijn de artiestennaam. Ja, en dit ben ik natuurlijk. Kleine Ricky. Heel schattig. Of schoot mijn opa. Ja, hij trad veel op, ook hier in de buurt. Hij was dus clown. Ja. Hij werkte eerst bij Circus Rens als muzikant. Hij kon die Circus Rens... Ja, dat kan ik niet zingen. Zo heel op marimba ook spelen. Op marimba spelen, oké. Okay. En hij kon echt drummen. En hij werd clown daar ook. En toen kwamen Bassie en Adriaan. En toen was zijn rol in dat circus eigenlijk een beetje voorbij. Ja. En toen is hij wel nog... Hij heeft daarvoor en daarna ook gewoon eindeloos gesnabbeld in Vlaardingen, in Schiedam. Dit vind ik wel echt een hele mooie foto. Ja, dit ook. En met de rokende clown. Ja, precies. Backstage. Ja, ja. Dit moeten de kinderen niet zien dan, toch? Nee, dit is echt backstage inderdaad. Ja. Het was niet alleen maar een leuke man dit trouwens hoor, maar... Wel een interessant verleden, een randje aan de clown. Er zat zeker een randje aan de clown. Okay, ja, hij dronk ook gewoon veel. Maar dit is dus, als we het over muzikale roots hebben... Dit is... Die speelde marimba in Circus Rens. Ja, dus dit is wel de enige muzikale connectie die ik kan vinden in mijn omgeving eigenlijk, in mijn familie. Ja. En onder het toeziend oog van de café-eigenaar maken Ricky en ik een begin aan onze song die we in één dag schrijven en vanavond live zullen opnemen. Een song over het schip Luiden van Ricky haar jeugd. Niets is bewaard. En hoe het leven hier veranderd is. Restaurant afgebroken, niets is bewaard. Ja, en die sfeer is wel mooi volgens mij. Naast pannenkoekenbakkers en een clown heeft Ricky ook een verzetsheld in de familie. De sporen daarvan liggen recht onder ons neus. Want hier aan de Gaag ligt een bijzonder schip. De Nooit Volmaakt. Het was ooit van binnenvaartschipper Kees Kolen. Een oud-oom van Ricky. En deze Kees blijkt een verzetsheld te zijn.
Ik heb afgesproken met Daan de Bruin, die het schip in volle glorie herstelde. En zijn maat Jan. En met Jos Teunissen van het Museum Engelandvaarders. Die alles over de heldendaden van Kees Kolen kan vertellen. Jos. Hoi, Christon. Ricky, hi. Jos. Kees Kolen, dat is een bekende schipluidenaar. Jazeker, de man van dat nooit volmaakt. Zo kennen we hem hier in deze regio allemaal. Ja. Hij heeft veel Engelandvaarders geholpen op weg naar Engeland. En dat op een zodanige manier dat ze ook veilig zijn aangekomen. Kees heeft via zijn nooit volmaakt tenminste 72 mensen op weg geholpen naar Engeland. Zij waren verstopt in het ruim van de nooit volmaakt. Kees had ze onderweg van Leidschendam naar het Haringvliet op een afgesproken plek opgehaald. En ze gingen hier in het ruim achter aardappelzakken. En dan gingen ze op weg naar het Haringvliet. Als Kees ook maar één keer was gecontroleerd, dan hadden niet alleen die Engelandvaarders, maar ook Kees en zijn gezin, nou, dan was het afgelopen. Engelandvaarder is de erenaam voor Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland probeerden te ontsnappen. Met als doel om zich aan te sluiten bij de geallieerde strijdmacht. Dit waren veelal verzetsmensen, maar ook gestrande geallieerde piloten. Er zijn ongeveer 3000 Nederlanders geweest die dit geprobeerd hebben. Hiervan zijn 700 mensen met kleine bootjes via de levensgevaarlijke Noordzee gegaan. Schipluidenaar Kees Kolen heeft een belangrijk deel van deze Engelandvaarders geholpen. Een heldendaad met groot gevaar voor eigen leven. Kees die riskeerde zijn leven daarmee. Wat waren zijn beweegredenen? Hij haatte de Duitsers. Omdat zijn boer Jan... al in de eerste uren van de Duitse inval in Nederland was gesneuveld bij de bruggen over de Moerdijk. En dat motiveerde hem om zich... Dat is een duidelijk motief. Ja. Juist. Juist. Ja, ik wist dat niet. Bijvoorbeeld ja. dat ook dus Jan Kolen gestorven is toen. Ik ken weinig verhalen eigenlijk van de Kolens. Gek is dat. We nemen afscheid van Jos en stappen op bij Daan en Jan voor een tocht over de Vlaardingervaart. Met dit bijzondere schip. As I was a motorin' over the hill, I saw Maybelline in the Coupe de Ville. Cadillac moving on an open road, nothing I'll run my V8 for. The Cadillac moving up in 95. We were bumping the bumper, rolling side by side. Maybelline, can't you be true? We meren aan, midden in de uitgestrekte polders van het Westland. Om verder te schrijven aan onze song over Schipluiden en dit gebied. En om terug te gaan naar een belangrijke wending in Ricky haar leven. Schipluiden, je was 8 toen je ouders gingen scheiden? Ja. En toen was het meteen exit Schipluiden dan? Of? Nee, toen heb ik nog eventjes in een andere wijk in Schipluiden gewoond. Dus meer in het dorp eigenlijk. Bij mijn stiefvader en stiefbroer en zus werden dat toen. Ja, met mijn zusje, mijn echte zusje. En toen verhuisden jullie vrij snel naar Delft dan? En met hun verhuisden we naar Delft inderdaad. Ook een beetje omdat Schipluiden wel een heel klein dorp is hoor. Waar iedereen wel een mening heeft misschien over twee mensen die opeens bij elkaar gaan wonen die eerst niet bij elkaar waren. Oké. Dus, ja, denk je dat in een klein dorp? Ja, dat heeft wel meegespeeld. Ja, zeker. Ja, het is toch gewoon een klein dorp waar iedereen iets vindt. Maar hoe heb jij dat beleefd dan, als kind? Nou, ik vond het... Ik weet nog dat ik het zielig vond voor mijn vader, dat hij achterbleef voor mijn gevoel in het pannenkoekenhuis, in zijn eentje. Het is ook niet dat mijn ouders heel erg ruzie hadden of zo. Dus ik heb niet veel stress daarvan ervaren. Ik vond het wel verwarrend dat alles veranderde. Je vertelde over het pannenkoekenhuis en de cd-wisselaar. Ja. En de muziek uit de 70's. Maar hoe komt dan acteren daarbij en later de Kleinkunstacademie? Ja, ik heb gewoon zo'n beroepentestboek. Weet je, dat deed je dan in toekomst. Ja, op middelbare school. Zo van, ja, krijg je zo'n wat wil je worden? En toen heb ik allemaal dingen weg zitten strepen. En toen kwam er actrice, zangeres uit. Terwijl... Uit een beroepskeuze. Ja. Maar ik las ergens bijvoorbeeld dat jij was een jaar 15. Dat je in je eentje gewoon naar theater ging om Willem Nijholt te zien? Ik was dan... Ik ken weinig meisjes van die leeftijd die dan zeggen, nou... Ik ga... Ja.
Ja, ik weet nog dat ik... Want het was, ik was al geweest bij die voorstelling. Dat was Amadeus speelde toen. En hij was Salieri. En sowieso een fantastisch stuk. En toen dacht ik moet dit nog een keer zien. En toen ben ik in mijn eentje inderdaad... heb ik nog een kaartje gekocht om op rij 1... Willem Nijholt van dichtbij te kunnen zien, ja. En deze omgeving, kunnen we dat nog terugvinden in jouw werk? Nou, als ik hier vaar, dan zie ik eigenlijk... dat realiseer ik me misschien nu pas... dat dit heel erg vaak het beeld is wat ik heb in liedjes die ik schrijf. Er zit heel veel water in mijn liedjes. Veel boten die aankomen varen, wegvaren. Water is heel vaak een metafoor in mijn liedjes. En dat is natuurlijk toch geen toeval, denk ik. Nee. Dat heeft wel met dit landschap te maken. Ik hou heel erg van het water. Ik voel me snel ergens tijdelijk. Ik denk, oh, ik ga weer weg. Ik ga weer door. Ik ben hier nu even. Maar aan het water denk ik altijd, ja, hier hoor ik eigenlijk. Ik voel me hier echt een soort van thuis. Restaurant afgebroken, niets is bewaard, oh. Alles is nieuw hier, maar wat ik heb... Ricky en ik leggen de laatste hand aan onze song over het schip Luiden van haar jeugd. En het water waaraan Ricky en haar voorouders geleefd hebben. Weet ik precies waar ik ben. Ja, mooi. Ja, dat is een refrein. Dan hebben we hem. Moving like a fog on the Cumberland River, I was leaving. En terwijl de avond valt over de polders van het Westland, neemt Ricky, zoals een echte kolen, het roer over en vaart ons terug naar Schipluiden. We maken ons klaar om onze song Wat ik herken met troubadours Ferry en Lars live op te nemen. Hier aan de Gaag, met het schip De Nooit Volmaakt als perfect decor. Vind je het een beetje wat geworden, het liedje? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik moet er nog een beetje in groeien, denk ik. Maar ik ben er wel blij mee. Het heeft iets melancholisch. Ik hoop dat ik niemand beledig met dit liedje. Want het gaat wel ook over wat er niet meer is in het dorp. En dat geldt natuurlijk vooral voor dat stukje waar ik woonde. Want we hebben ook gezien wat er allemaal nog wel is vandaag. Precies. Wat voor mooie dingen. Ja, ja. Zeker. Ja. Ik zeg, het is koud, dus laat hem snel erop knallen. Yes. Sta aan het roer en laat het dorp achter. De ophaalbrug zakt langzaam omlaag. Oh, alles lijkt anders. Van de Gaag. Oh, de huizen zijn anders, bruggen verplaatst, restaurant afgebroken, niets lijkt bewaard. Alles is nieuw hier, maar wat ik herken is de zon op het water, de eend in de vaart. Dan weet ik precies waar ik ben. Langs de tramkade, is dit nog mijn dorp? Hoort het nog bij mij? Waar is de wil? Hangend over het water, ben ik hier thuis? Of is vroeger voorbij? Verplaatst, restaurant afgebroken, niets lijkt bewaard. Oh, alles is nieuw hier, maar wat ik herken is de zon op het water, de eend in de vaart. Dan weet ik precies waar ik ben.
kijk over mijn schouder, zie de mannen en vrouwen. Familie die hier al die tijd heeft gevaren. We schieten graag de Vlaardingse vaart. Dat gaat zo al honderden jaren. We zien de zon op het water, de eend in de vaart. Knotwil gescheven aan de kant. De reiger, de meerkoet, de wolken weerspiegelt. Dat is wat ik herken. Dan weet ik precies wie ik ben.